zei het al, het is de week van de veiligheid nu. En ook voor ons allemaal samen hier dus reden om vanavond wat extra te doen. Voor ondernemers die last hebben van criminaliteit. Neem deze drie mannen, die wil je niet in je supermarkt. Baarle-Nassau, het ligt nog net in Nederland. Op de Kerkstraat daar zit deze Albert Heijn supermarkt. Daar is het donderdag 21 april tegen 3 uur 's nachts stil en donker. Alleen de lampen van een speelgoedauto rechtsboven knipperen rustig door. Dan flitst het licht aan en sprinten ineens 2 mannen linea recta vanaf de nooddeur richting de servicebalie. Een derde volgt veel rustiger. Ze storten zich meteen op het luik erachter waar de rookwaar achter zit. Dat weten ze hier een stukje omhoog te trekken. Het is loeizwaar. Pas na een volle minuut weten ze met z'n drieën iets los te krijgen. Al die tijd heeft de roze dekbedhoes die ze hadden meegenomen op de balie gelegen. Maar die wordt nu gevuld. Nog even rukken aan de rookkast en daar gaan de dozen met sloffen sigaretten de hoes in. Weer wat dozen later past er niks meer bij. Het is nog niet zo makkelijk om het enorme pakket ook zo snel mogelijk weer de winkel uit te krijgen. Maar met wat gezamenlijke gesjor lukt het toch. Een flinke strop voor de supermarkt. En zo'n groot pakket dat de daders buiten er niet mee hebben willen slepen. Vermoedelijk hadden ze dus een auto klaarstaan. Dat is mogelijk deze wagen geweest die even voor de inbraak het parkeerterrein opdraait. En rond de tijd dat die is afgelopen weer wegrijdt met gedoofde lichten. Het is een stationwagon. Het merk is onbekend. Mogelijk rijden de daders dus in deze auto. Dat zijn dus deze 3 mannen. De voorste in spijkerbroek. De middelste wat bollere man die zijn hele hoofd en nek had bedekt. En die aanmerkelijk langere man. Die is mogelijk wel rond de 1,90 meter. Ze slepen hier een fortuin aan rookwaar mee. Hebben ze dat misschien ergens aangeboden? Vermoedt u wie deze 3 mannen zijn die een supermarkt duperen? We horen heel graag van u. Daarom is de tiplijn altijd en gratis te bereiken, want de politie wil graag dat u meedenkt. De samenleving digitaliseert en daarmee ook de criminaliteit. En daar krijgen ondernemers natuurlijk mee te maken. En hoe wij ook opsporen, digitaal of niet digitaal, we hebben altijd de hulp van het publiek nodig. En daarom roepen Ondernemend Nederland en ik u ook op om verdachte situaties on- en offline aan ons te melden. Dat voorkomt slachtoffers, dat helpt het opsporen en vraag u ook van harte om mee te blijven denken. Want hopelijk kunt u vanavond helpen om deze mannen te vinden. Ze laten een heel spoor van gedupeerde ondernemers achter. Dit zijn beelden uit Amsterdam van 2 notoire inbrekers. Zaterdagmiddag 16 april staan ze op klaarlichte dag, het is 16:30 middags, enorm hun best te doen om een deur van een kantoor aan de Barbara Stotzi-laan te forceren. Hard werken hoor, al is dit vast niet helemaal wat het cola-merk bedoelde met een Coca-Cola Lightbreak. Even later wisten de 2 een tas vol spullen uit hun kantoor mee te nemen. 4 dagen later zijn ze weer terug in een kantoorpand aan diezelfde Barbara Stotzi-laan. Ze lijken nogal nonchalant onder hun inbraakplannen. Terwijl ze hier op een lift wachten, richting de kantoren, zien we ze eigenlijk het best. Wie herkent deze mannen? Want ze breken aan de lopende band in. Ongeveer een kwartier later al, diezelfde woensdag 20 april, zien we namelijk de man met de bril in de hal van een kantoorpand aan de Boelelaan in Amsterdam. Drukbellend laat hij de ander binnen. Op naar de volgende inbraak. Ze nemen de tijd. Ruim een half uur later vertrekken ze met onder andere een dure beamer en een computer. En weer 2 dagen later is in ieder geval de man met de bril, hier rechts, weer present aan de Beethovenstraat om daar een kantoor open te breken. Ook nu in het gezelschap van een andere man die we hier buiten even in een flits beter zien. Hier de beste beelden van de mannen die er hun werk van maken om bij bedrijven in te breken. Tips? Geef ze door via de tiplijn of live.politie.nl.